Fijn dat jullie allemaal hier naartoe zijn gekomen. Als burgemeester krijg je heel veel mails. En bij heel veel mails denk je, oh nee, waar moet ik hier nou weer mee? Ja, dit was een mail een tijd geleden die ik kreeg. Jullie hebben de schilderij, maar er is eigenlijk nog een soort een broertje van dat schilderij. En wat zou die mooi zijn om die twee samen te brengen? Nou, dat vinden wij als gemeente, als eigenaar van dit schilderij, ontzettend leuk en ontzettend mooi om hier... dat we ze nu bij elkaar hebben. Ik was wel een beetje verzamelaar van wat kunst. Ik had dit werk van mijn ouders geërfd, die dat dan weer van mijn grootouders geërfd hadden. En zoveel kunst meenemen kon ik niet. Want wij hadden het huis in Duitsland ook al redelijk vol hangen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik was 10 jaar geleden was ik al eens bezig geweest met Max van Dam. Zou er iemand geïnteresseerd zijn in dit werk? En toen had ik eigenlijk helemaal niemand gevonden. En toen werd ik op een ochtend wakker. Het was 5 uur in de ochtend. En ik denk, wat ga ik met dat werk doen? En toen begon ik te googlen, zoals je dat altijd normaal gesproken doet in deze wereld. En toen stootte ik op Frederike. En de tentoonstelling in Elburg. Ik denk, jou moet ik te pakken zien te krijgen. Jij weet veel meer dan ik weet. Ja? Jullie weten dat ik de afgelopen jaren bezig ben geweest om te kijken van waar is al dat werk gebleven? Wat is de geschiedenis daarvan? Vaak kun je aan de achterkant van het werk heel veel zien. Dus ook meteen toen ik papa mocht komen kijken, het eerste deel is achterkant omdraaien. Nou, daar zie je helemaal niks. En dat bevestigt eigenlijk ook jouw verhaal van dat jouw grootouders het of rechtstreeks van Max van Dam gekocht hebben, of via bemiddeling van Hans en Alice de Jong-Bijl. Want zij hadden fabrieken naast elkaar in Hengelo. Dus zij hebben elkaar gekend. Max, schilder die, want het verschil is ook, jouw werk is gesigneerd, gedateerd, 1939. Dat werk niet. En als je naar die boeketten kijkt, van je ziet van het is gewoon hetzelfde boeket, hetzelfde tafeltje, dezelfde doek. Nu je ze naast elkaar ziet, zie je de verschillen natuurlijk ook goed. Die is wat gedetailleerder, die is wat groter in... in maat, wat vlotter opgezet. En wat mij wel heel erg raakt in beide werken is dat je ziet, dit is eigenlijk dus het jaar nadat hij de Prix de Rome gewonnen heeft, als het eigenlijk ook allemaal een beetje begint te lopen voor hem, dat hij opdrachten krijgt. Maar wat je ook vooral heel goed scheelt, is het plezier in het schilderen. Weet je, dat is eigenlijk in beide boeketten. Zie je gewoon dat hij gewoon heel veel plezier heeft in het schilderen. En dat is heel mooi. Hij heeft hier duidelijk ook geëxperimenteerd. Hè? Want je ziet, hier heeft hij ook meer van boven het tafeltje gekeken. Dus hij heeft vermoedelijk, ik denk dat hij ze in Hengelo ook geschilderd heeft. Ik heb namens jou contact opgenomen met het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam, waar natuurlijk... Dat wordt 10 maart geopend en daar krijgt het zelfportretje een plek in de vaste opstelling. En inmiddels hebben ze aangegeven, want ze hebben nu weer een foto, dat ze er toch opnieuw weer naar gaan kijken. Weet u wat ik me de laatste weken, waar ik me de laatste weken mee bezig gehouden heb? Dat is veel meer met de geschiedenis van deze schilder. Yeah. En dat we daar in onze gedachten mee bezig moeten zijn, dat dat niet verdwijnt. Ik ben over de waarde van het schilderij ben ik helemaal niet meer bezig geweest. Ik denk dat het verhaal van Max van Dam in ieder geval voor Winterswijk heel waardevol is. Ik merkte voor mezelf, ik was 33 toen ik voor de eerste keer op de plek in Sobel was, even oud als Max van Dam. Dat deed iets met mij. Iemand uit Winterswijk, er hing een foto waar mijn overgrootvader 3 personen naast Aaron van Dam stond. Het is gewoon een heel echt verhaal. Het is een verhaal uit Winterswijk, een jongen die net als onze jeugd hier is opgegroeid, maar die wel 33 is geworden en die dit soort dingen kon maken. En ik denk van de verhalen als Max van Dam kunnen een symbool zijn, juist om ook jonge mensen duidelijk te maken, dit nooit meer.